Het is 1:15 en wij gaan zo rijden richting Düsseldorf, want we vliegen naar Griekenland om 7:20. Dus we moeten even een nachtje doorhalen. Hier is alles ingepakt. Een grote koffer, een kleine koffer en een rugtas. En Dennis heeft nog lekker 2 uurtjes geslapen. En ik helemaal niks. Dus ik word beroerd straks. We zijn in Griekenland. In de bende. Suki. We hebben best wel een leuke kamer, hè? Zeker. We hebben dus een studio. Ga ik even laten zien op snel. Kijk. Ja, oh ja, we hebben dus alles neergegooid en niet opgeruimd. Ja. Wij gaan samen. Hier is de keuken. Jij heb je hier Suki. Een bed. Dit is mijn mooie bed. Kan je even. Dit is een mooi eenpersoonsbedje. TV'tje, koelkast, zelfs een wasmachine. Dat wist ik niet toen ik ging boeken. Badkamer. En dan hier. Daar gaan we dus zo naartoe. Toch? Dennis is er klaar voor. We gaan dus zo gewoon naar het zwembad. Niks doen. Beetje slapen. Kijk, dit is ons balkon. En hoor de rust. En daarachter heb je dus 2 zwembaden. Een kleintje en nog 1 achter. Maar daar gaan we zo naartoe. We kwamen om 12:30 aan, zoiets. 12:30 konden we hier inchecken. En toen zijn we gelijk even boodschappen gaan doen. Dat is hier einde van de straat. Heuvel af, top. En de terugweg met de boodschappen de heuvel op. Was best wel zwaar in de zon. Dus we hebben al boodschappen gehaald en gegeten. En dus nu gaan we lekker niks doen. En de zon schijnt. Het is ook 30 graden vandaag. Daarvoor? Zeker, jij ook? Ja. Gaan we gewoon deze kant? Ja hoor. Oeh, bar. Geef me niet, dat is goed voor ons. Doe het lekker op het kastje, hè? Oh ja, katje. Dit hoort niet bij ons. Kom. Zou je? Ik denk waar de bar ook is. Kijk, hier heb je nog ontbijtzaal en dat hebben wij niet. We gaan lekker ontbijten op ons balkonnetje. Kijk, heb je hier het zwembad. Hier zit dus een bar bij. Tot 8:00 s'avonds, toch? Mm-hmm. Kan je daar lekker zitten, dan kan je wel bestellen. Misschien is hier geen zon. Oh ja, daar. Lekker. Pas op je telefoon. Oh. Ik ga hier. Ik lig. Ik ga hier ook niet meer weg. Dennis gaat eindelijk een keer insmeren. Dat doet hij nooit. Kijk even. Hier lekker barretje. Je eerste duik van dit jaar. Heb je niks in je zakken? Zeker,
Lekker? Oh, lekker joh. Het is diep hier. Oh, zo lijkt het niet. Die wou ik toch? Ja, maar is geen kleine. Oh, nee. Cheers. Cheers. Mythos. Half liter, joh. Nou ja, gaat gelijk slapen, denk ik. Zo, we hebben vanmiddag lekker bij het zwembad gezeten. Ik denk tot 4 uur ongeveer. Toen terug naar de kamer, even de hotelkamer opgeruimd. Allebei nog heel moe, dus nog even geslapen. En nu aan het klaarmaken voor vanavond. En deze moet eruit. We weten dus nog niet waar we naartoe gaan. En we hebben nog geen auto of scooter, dus we gaan lopen. Dus dat moeten we nog even opzoeken. En ik wil even mijn kast laten zien. Kijk. Niks zwarts. Nou, dit is dan een deel van de kleding. Helemaal niks zwarts. Goed, hè? Dit is denk ik het donkste wat ik heb. Goed uitgevoerd. Goed, hè? Kom eens. Haartje. Zo. Wat was het? Niet helemaal goed. En nu, waar gaan we heen lopen? Geen idee. Zal ik even gauw kijken op die internet? Ja, is goed. Deze liet me even keihard schrikken. Oh, dit is geen leuke kat. Hoezo? Hij doet... Gaat hij weg? Oh, hij komt er ook nog even aan. Zijn ze klein om die katten? Ja, dat ze geen eten krijgen, denk ik. Oh, huh? Doen ze dat expres? Ik weet niet of die brood eet of zo. Dit is dus het straatje waar we dan inkomen vanaf de weg. En dit is de voorkant. Het is allemaal super netjes. Tenminste, het ruikt allemaal lekker schoon. Dat vind ik wel fijn. Hey. Ja, je veten. Heb je al veten? Pas op. We hebben auto gehuurd. Ja, vanmorgen tot en met de laatste dag. Yes, en dan kunnen we hem ook afleveren. Volgens mij zijn we veel te hoog. En Dennis werd net aangevallen door de hond. Ja, door deze. Vlekje. Ja, ja. Oh nee, deze. Dit is vlekje. Vlekje, ja, vlekje. Maar zij nemen maar mee hoor. Neem maar haal mijn enkels eruit en haar enkels ook. Nou, dan doe ik mijn schoenen aan en ga ik weer happen. Okay, als je hem niet aankijkt, dan doet hij niks. Oh shit. Achter mij. Ja. 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 Nou beter, we hebben ook gelijk auto. Op de bussen. Dit is dus al de grote weg. 25 minuten. Ik denk dat we iets gevonden hebben langs. Het is trouwens wel afgekoeld. Ja, klopt. Koud. Ja, is het wat? 5 euro, 5 euro. Ja, is voorgerecht. Geen idee wat het allemaal is. Hier, niets. Pita! Fruits. Dit tentje dus. Rood biertje. Dit is wel je tweede bier vandaag. Ja. Speciale Corfu bier. Ja, ik moet er ook wel dingen altijd even proberen. Ja, is toch leuk. Daarom moet je ook nog raki nemen. Ja. Oh, dat is de auto die ik daar heb. Achter jou, die blauwe. Dus ik ga het parkeren. Suzuki Celerio. Boeien, als die maar rijdt. Ja, klopt. Heb je al geproefd? Nee. Cheers. Oh, ik had al een slokje gehad. Nee. Cheers. Ja, dit is echt bijzondere cola. Dit is gewoon normale cola. En jouw biertje? Dat is wel leuk.
rood. Heftig? Vandaag is rood. Dus maar 5%. Ja, maar dit is gewoon qua smaak. Is gewoon, kijk, die andere dat was gewoon een beetje waterig. En deze is lekker, hè? En dit is dus typisch Corfu. Typisch. Oh, heb je dit al gezien? Ja, er zit marmelade. Marmelade. Lekker, hoor. Iets, hè? Wat is iets? Sluit helemaal los. Ja, misschien wel. Iets, hè? Iets. We hebben vroeger al veel honger hadden. We zeiden, ja, hè? Nou, dan krijg je het ook. Maar we moeten wel wat ruilen volgens mij. Hoezo? Hebben we nu onze eigen? Ja, je hebt toch kip en bier. Oh, je hebt die pork? Hoe was je eerste keer Grieks eten? Zeg maar. Gewoon in het Nederlands mag wel. Ja. Maar ik kan even. Dat is eerlijk. Het was beter dan ik had verwacht. Nog beter? Welke was het lekkerste, pork of? Pork. Ja? Dat is nog een beetje krokant. Ik vond die beef wel heel lekker. Ja, maar je had die pork. Ik mag ook niet proeven. Nee, maar je hebt jou niet eens op. Je voelt ze. Nou, ik kan er wel weer in, hoor. Ah, oh, hij is vet hard. Ja, is ook. Die komt net uit de vriezer, denk ik. Ja, als ik dit doe, dan schiet hij naar jou. Wat zei je? Kan niet, nee. Lekker. Ja, ik denk dat je deze gewoon in de supermarkt kan halen. Nou, we hebben heerlijk gegeten. We hadden dus een voorgerecht gedeeld, 4 hoofdgerechten, een nagerecht en 2 gedronken. Ja. En dat was dus maar 31 euro. Dus dat is prima. Ja. Hier hebben wij vanmiddag boodschappen gedaan. Ja. Hier, en dan kan je hier straks naar links en dan ga je eigenlijk al naar ons hotel. 2 minuten later, daar zijn we. Je bent oud. Yes, I will come over there. Yes, thank you, bye. Dat betekent dat onze auto er is. Dennis is even de auto aan het ophalen, even aan het regelen. Ik ga het ontbijt maken. En de zon schijnt wel lekker. Broodje, yoghurt, koffie. En een eitje. Bijtje. Ik dacht dus dat heel veel chocolade op zat. Mm-hmm. Er kwamen heel veel grote brokken uit en die 2 heb ik eruit gevist. Nee, niks. Heb je halve banaan gedaan? Nou, hij was niet helemaal meer goed. Terwijl je zei, doe maar in de koelkast. Ja. Met uitzichtje. Zo dichtbij zitten we bij de vlieghaven. Luchthaven. Deze. Is mooi, hè? Het is wel echt schoon. Ze hebben nog wel door de wasstraat gehaald. Zeker. Wat vind je ervan? Ja. Ja. En 4 deuren. Ja. Maar grote hoeft er ook niet. Dat is echt prima. Mooi, hè? Ja? Ja hoor. Kan ik met jou mee? Zeker. Het ruikt zelfs helemaal schoon. Ja, wat lekker. Nou, daar gaan we. Oh, hij schiet door. Wat een herrie. Hij maakt wel herrie hoor. Radio DJ, ja. Dus we hebben nog genoeg tankjes.
2 kilometer naar links. Oh yeah! Oh op naar de flamingo's. Straks zijn ze er niet. We zijn niet de enige die naar de flamingo's willen. Er is een lichte twijfel of we dit moeten doen. Aangezien we ook weer omhoog moeten. Ik ga niet meer met de auto. Ja. Je zweet in je nek. Ja, jongen, ik heb een warm, jongen. Zag je die weg ook? Dat is niet normaal. Oké, we gaan dus even 300 meter lopen. Oh, dan moet je ook weer omhoog. Die leek is wel ver nog, hoor. Ja. En nu dan? Voor flamingo's die er misschien niet staan. Nou, dan. Dan gaan we weer weg. Oké. Okay. Toch? Ja. Okay. Maar gaan we, welke strand gaan we dan? Want er zit dus een strand die een soort van daar. Oh. Dit is geen aanrader. Niet verder gaan. Hallo. Waar is hij? Hij is te gelukkig weer. Je liet me schrikken. Ja, je ging de bocht om, toen zag ik je heel lang niet. Dus toch even kijken, joh. Nou, niet gefilmd, maar dit was echt niet normaal. Een jeepservaring met Suzuki. Dank je. We hebben het gered. Als ik jou niet had, dan stond ik daar nog. Oh, ik ben helemaal misselijk van. Nieuwe planning, we gaan naar een beach. We gaan niet meer offroad. Ja, als het goed is, gaan we over 5 minuten. Dus gaan we eerst even wat eten. Over plekken. Ga je naar beneden? Ja. Maar ik moet wel eten. Ja. Oh, daarboven. Oh ja. Dan gaan we neerzetten. Oh, daar kan wel.
Lucia, wat? Gewoon doorstook. Klopt. Hoe heb je het allemaal ervaren zo net? Hobbelig. Hoofdpijn, zweten. Zweten voornamelijk, hè? Toen ik voor Rob aan het rennen was en de stenen weggooide. Ja. Dat moest jij ook doen. En dan brandde de zon. Ja. Maar ik ben blij dat we daar weg zijn. Ja. Het was goed dat we, toen we naar boven gingen, reden we ook weer langs dat stuk waar we toen vast zaten. Toen zaten we vast, gingen we naar beneden. Mm-hmm. Nu moesten we naar boven. Het is goed dat we gewoon vol eroverheen gingen, anders was het echt niet goed gekomen. Dan is de auto even door de wasstraat, dus misschien valt het dan niet. Ja, als hij een wasstraat is, weet ik niet. Dus moeten we gewoon even wat water her en der tegenaan gooien. Ja, komt wel goed. Is het voor herhaling vatbaar? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nou, dat we het overleefd hebben net. Een lekker bak mosselen. Zitten we weer. Lekker strandje is dit. Ja, lekker water, lekker zand. Ja, ook. Nu gaan we naar richting huis. En dan onderweg even stoppen bij een dorpje. Ja. Want daar zit een gebouw, een monument. Ja, daar is ook ooit een King James Bond film opgenomen. En Sissy was daar. Nou, wat wil je nog meer? Ja, weet ik ook niet. 40 minuten rijden. Ja. Langs de kust, dat is wel leuk. Oké. Gaan we dat doen? Vamos. Put your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the way I'm in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still put your hands up on my body. You still make my heart. Zo moet je dus ook naar boven op die berg. Nou, dan slaan we die berg over. Dat is toch gaaf? Ja, jij vindt het wel leuk. Met de mini was het al helemaal. De sportmodus. Nu heb je Suzuki, is het gewoon leuk. Suzuki Celerio die off-road kan. We zijn heel hoog denk ik, om mijn oren doen. Even kijken. Dit was een winkeltje of zo. Of een cafeetje. Kijk, we zijn best hoog, denk ik. Maar je kan hier niet naar de zee kijken. Oh, kijk, je kon hier helemaal omhoog. Ja, helemaal daar naartoe. En dan? Wat was daar geweest? Bij de Porta. Hm? Bij de Porta. Lekker. Ja. Morgen echt flesjes mee. Ja, klopt. Kunnen we deze gewoon vullen en we kunnen in zo'n grote in de auto leggen. Bijvoorbeeld, daar hebben we altijd wel wat. Dus krijg je zo'n zeur in de hoofd. Ja. Hier erin, denk jij? Denk ik wel. We hebben het gebouw van buiten bekeken. Dat is wel mooi. We zijn er niet in geweest. Nee. Dat vonden we ook weer niet nodig. Maar hij is onder constructie, helaas. Ja, anders waren we wel in geweest. Als hij gewoon helemaal toegankelijk was. Ja. Dan vond ik het wel mooi, maar alleen die tuin. Dus we gaan weer.
Hij is heel leuk. Lekker. Een rondje. Mooi hoor. We gaan naar de stad. Of heb je hem alweer uit? Sorry. Ik wilde hem net uitdrukken. We gaan naar de stad. Ja, gaan we even kijken. In Toeren. Kijk, daar gaan we. Ja. Oh, jij ook klaar voor? Staat hij in zijn vooruit? Oeh. Oh, ja. Anderhalf kilometer naar de weg. We zijn in de stad. Super leuk, hè? Maar we moeten ook met overdag, want dan kan je de leuke straatjes zien. We zijn dus op zoek naar lekker eten. Leuk pleintje. Een van de velen. Oh. Ja, dat klopt. En we hebben zelfs... Dat is wel Italiaans. Live muziek. Bellissimo is wel Italiaans. Ja. Ja, dat betekent? Maar ze zei... Heel mooi. Maar ze zei ook bij het hotel dat er heel veel Italianen in zitten. Ja, dat klopt. Waarom eigenlijk? Ja, Italië ligt aan de linkerkant van Griekenland. Je kan vanaf de berg kun je zelfs Italië zien. Oh ja, als het goed weer is. Ja, maar kan bijna niet meer, had ik gelezen. Dan moet het echt optimaal zijn in weercondities. Two times gyros. Goed, nou, niet helemaal onze dag vandaag. We hadden de auto bij een parkeergarage. Dan was het hek op slot. En toen kwam er opeens een 5 minuten later een man aan. Ik zei, ik heb de sleutel wel. Die had daar zijn auto ook blijkbaar staan. Dus we zijn veilig thuis gekomen. Home sweet home. Wij zitten weer. En wij gaan naar... Palio Castrizza. Oh, niet eerst naar die andere beach? Eerst Rovinia. Maar nee, ik kan ook wel op de terug. Hè. Zo. En wat gaan we daar doen? Daar is heel veel te doen. Ja. Diving center, zie je? Aan het einde daar. Oh ja. Weet je wel. Tadaa! Prachtig. Straks valt de camera ook nog. Kijk hoe helder. Dan kom je vol. Ja. Ik ga er weer af. Ready? We hebben net druiven gekocht. 7 euro. Heel goedkoop bij een tentje aan de weg. Ja. Wel lekker. Nou, we druiven voor deze in elk geval. Vamos? Nou ja, het regende net heel hard. Ik denk misschien max 5 minuten heel hard. En nu begint de zon weer lekker te schijnen. Oh ja, en dit is gebeurd. Het is niet grappig.
koffie. Uitgerekend, nu gaan we klooster bezoeken. De zon is schijnt. Vet warm. Zo. Kijk, nog zo'n fruitding voor 7 euro. Afzetten. Afzetten. Nou, ze zijn wel lekker. Ja, maar kijk, we niet gevraagd. Nee, klopt. We gaan nu naar het klooster, denken we. This is much better now. I think we've calmed down here. Pintjes zweet op mijn voorhoofd. Ja, bij mij sowieso. Maar het is wel heel mooi. Kijk, hier gaan ze dus duiken. Wij twijfelen nog. Ik denk dat hier niet heel diep is. Maar eigenlijk, bij twijfelen is doen. Toch, zeggen ze? Is dat zo? Ja, dat ik zeg doen. Oké, okay. Nou, dan moeten we er even uitzoeken. Nou, we hebben een leuke fotootje. Ja. Heel veel zweet heb ik ook. Hier hoorde ik zo'n beestje. Nou, en we gaan weer door. Ik zie kippen. Dit is cool, of is dit zielig? Kijk, beestjes. Weer met de benen wagen. Oh. Ja, dit kan. Gisteren ben ik ook gevallen, maar misschien vast. Het was niet echt onze dag gisteren. Maar kijk. Kan je klif springen misschien? Nou, we zijn bij een ander strandje. Het is Kiesels, schat. Nou, daar gaan we weer. Nou, het was geen strand om te liggen. Het zag er wel heel mooi uit. Dus we gaan door naar de volgende. 10 minuten. Een update, de camera was leeg. En we hadden wel de kabel mee, maar die kan dus niet opladen in de auto. Maar hij is weer opgeladen. We zijn... Hoe laat waren we op het strand? 2 uur? Half 3 of zo. 2 uur, half 3 waren we op het strand tot 5:30. Hebben we nog lekker een ijsje gehad. Zijn we weer terug. Gedoucht en nu gaan we lekker eten. We gaan naar een ander dorp. Hoe heet het ook alweer? Iets met Paris. Oh ja, Bellissimo. Zo Bellissimo. Bellissimo. Daar hebben we gisteren gegeten. Benice. Zo ongeveer een kwartiertje rijden. Kijk waar ik ben verstopt. Je zag gewoon niet, hè? Nee, kijk hoe bruin Dennis is geworden. Je rent ook. Kijk zo even. Niet normaal met je witte t-shirt. Ik dan, ik heb rode schouder. Een beetje wel, ja, hier ook. Beetje. Maar je ziet wel. Ja, een beetje. Ja. Klein beetje. Maar je bent wel ook wel verkleurd hoor. Op jouw witte t-shirt zie je ook wel dat jij zwaar. Oeh, tegels filmen. Daar gaan we. Oh wow. Huh? Hoe heet het? Benitzes. En dan dus naar rechts. Naar hier eruit naar rechts? Hm. Ja, en dan naar links. Nee, naar rechts. Zeg dan eens. Ja, eerst naar rechts. Ja. En dan naar links. En daar gaan we langs het water, toch? Ja, klopt. Maar waar moet ik naar links? Dat ga ik je vertellen. Is goed. Ja, ik moet gewoon aanzetten. Het is buiten bereik. Oké. Doei.
In Nederland kun je dus gewoon hierachter. Dat kan niet, zeker wat. Hierachter toch? Oh, sorry. Oh. Ja, is goed hoor. Moet verkeren. Deze? Ja, moet even keren, denk ik. Kijk, hier gaan we lekker eten. Plekje. Nou ja, we staan nog niet. Maar... deze heb je goed gezien. Hij stelt niet meer zo goed scherp. Nee, ja, dat had ik vanmiddag ook. We hebben een leuk plekje gevonden en we zijn even aan het kijken voor morgen. We gaan morgen naar Danila Village. Schijnt leuk te zijn. Daarna naar een strandje. Ja, maar we weten nog niet welk strandje. We hebben de route van morgen uitgestippeld. Dit is ons huis. Dan gaan we naar Danila Village. Oh, je ziet er is goed. Nou ja, 3 tussenstops hebben we. Kijk, dan begin je hier. Dan gaan we daar. Leuk? Ja. Is dit cool effect? Dramatisch effect. Is mosselen met tomatensaus? Ik denk dat we wel dezelfde saus hebben. Denk ik ook. Ja, zout, zout. Vooral dit. Je bent wel moe, ik zie het aan je ogen. Hallo. Is er ook gehoor aan de andere kant van de camera? We hebben vandaag helemaal geen dutje gedaan, hè? Oh, kind. We hadden een dutje op strand. Oh. Kind, is op. Wat doe jij nou dan? Leuk gesprek. Wil je hier even kijken? Oké, is goed. Dit is toch niet die auto's? Gaan we lekker eten? Ja. Er is geen ijskoopboer. Nee, en nu dan? Dan moeten we maar kaasjes. Misschien zien we onderweg nog wat. Waar dan? We reden toch langs afgelegen stukken. Goed hoor. Is goed. Mag ik ook de auto sleutel misschien? Oh. Foutje. Ik kan wat doen. Oh, wat zo? Ik heb de weg. Klopt. Dan heb je zo'n onoverzichtelijke bocht. Ja, en dan loopt er ineens een dikke vrouw met 2 hondjes.